Terwijl de contra-reformatie richtinggevend werd voor de barokke kunst, gebruikten pausen en kardinalen de nieuwe stijl vooral om van Rome een spectaculair decor te maken, dat hun eigen grootsheid moest benadrukken. Een kerk in Rome die een voorbeeld is geworden voor heel veel andere barokkerken, is de kerk van de Allerheiligste Naam van Jezus, door de bewoners van die stad simpelweg Il Gesù genoemd. In 1550 had Ignatius van Loyola al om de kerk gevraagd, maar zij werd pas gebouwd na zijn dood. De kerk werd betaald door kardinaal Alessandro Farnese, ontworpen door de architecten Vignola voor het interieur en Giacomo della Porta voor de gevel en ingewijd in 1584. Oorspronkelijk oogde de kerk statig en streng. De overdadige barokversieringen zijn pas een eeuw later aangebracht. Het is de eerste kerk waarin de ideeën van het Concilie van Trente volledig zijn toegepast. Het ontwerp was er helemaal op gericht de eredienst goed tot zijn recht te laten komen. In tegenstelling tot het gebruikelijke kerktype op dat moment, waarbij de kerken met zuilenrijen waren verdeeld in drie beuken, is hier één ononderbroken ruimte, zodat overal in de kerk onbelemmerd zicht is op het altaar en de preekstoel en de eredienst goed gevolgd kan worden. De zijwaartse druk van het enorme tongewelf wordt opgevangen door zwaar uitgevoerde zijkapellen, die tevens dienst doen als steunberen, een idee dat de Romeinen al gebruikten bij de Basilica van Maxentius. Het licht valt binnen door betrekkelijk kleine vensters in het tongewelf, maar ook via de ramen in de tamboer van de imposante koepel. Die koepel zorgt ervoor dat de blik meteen bij binnenkomst omhoog wordt geleid, de virtuele hemel in. De lichtval vanuit de koepel zorgt voor een accentuering van het altaar, maar ook voor glans op het weelderige grafmonument voor Ignatius van Loyola, dat rond 1700 links in het dwarsschip is aangebracht. Dit monument is een en al triomf. De vorm ervan wordt bepaald door een naar buiten toe gewelfde, overdekte zuilenomlijsting, een edicula, met daarin een nis. In die nis staat, in een krachtige en bewegelijke pose, het beeld van Sint Ignatius, stichter van de Sociëteit van Jezus. Alles aan het monument is kostbaar. Het blauw is lapis lazuli, een half edelsteen. De gebruikte marmersoorten zijn al even kostbaar en alles wat goudkleurig is, is ook goud, bladgoud op brons. De huidige beelden van de heiligen en de engelen zijn van verzilverd en verguld gips. Oorspronkelijk stonden er beelden van massief zilver, maar die werden in 1798 tijdens de Franse bezetting omgesmolten. De nis met het heilige beeld is gewoonlijk afgesloten met een beschilderd paneel dat men bij speciale gelegenheden laat zakken, het liefst bij de klanken van een triomfantelijk zingend koor. Er wordt vaak gezegd dat barok vooral theater is, waarmee wordt bedoeld dat het gericht is op illusie en effect. Op maar weinig plaatsen is dat zo duidelijk te zien als in Il Gesù. Protestanten noemen dit een poppenkast, want voor hen is alleen het woord van belang. De kunstenaars van de barok laten echter geen middel onbenut om de ziel van de beschouwer te beroeren. En het is natuurlijk aan het publiek om te beoordelen waar de kunst ophoudt
en het effectbejag begint. Als bekroning van het monument is de heilige drievuldigheid afgebeeld, rond een enorme bol die bekleed is met lapis lazuli. Links en rechts van het monument zijn twee beeldengroepen te zien. Links het geloof dat de afgoderij overwint en rechts de religie die de ketterij geeselt. Veel duidelijker dan in deze kerk kun je de boodschap van de contrareformatie niet krijgen. De gevel van Il Gesù bevat vele elementen die in de barok werden overgenomen en de barokarchitectuur zijn gaan typeren. Zo zien we een fronton binnen een fronton, schijnbaar opgestroopt, zogenaamd verkropt lijstwerk, verdubbeling van pilasters en halfzuilen, voluten en een kroonlijst met daarboven een timpaan. De kerk Il Gesù staat naast de plek waar Ignatius van Loyola een onderkomen liet bouwen voor zijn orde, de Sociëteit van Jezus. Het is ook daar dat hij in 1556 overleed. Ignatius, die eerst Iñigo heette, werd in 1491 geboren in het noorden van Spanje en groeide op in een ridderlijk milieu. Als militair was hij in 1521 betrokken bij de verdediging van het Castiliaanse Fort Pamplona tegen de Fransen. Bij die strijd raakte hij zwaar gewond en werd een van zijn knieën zodanig verbrijzeld dat zijn militaire carrière meteen was afgelopen. Tijdens een langdurig herstel las hij over de levens van heiligen en van Jezus en werd daardoor zo getroffen dat hij besloot met zijn milieu en familie te breken en soldaat van Christus te worden. Na allerlei omzwervingen ging hij in Parijs studeren en daar verzamelde hij een groep vrienden om zich heen waarmee hij een religieuze gemeenschap stichtte. Hij nam de Latijnse naam Ignatius aan en kwam uiteindelijk in Rome terecht, waar hij leiding ging geven aan een nieuwe gemeenschap van gelijkgestemden, de Sociëteit van Jezus. In 1540 werd de nieuwe orde goedgekeurd door paus Paulus III. Ignatius liet zich generaal noemen en hij leidde de orde alsof het een leger was. Hij verwachtte dus ook militaire discipline en gehoorzaamheid van nieuwe leden en alleen na een lange training en zware selectie werden die uiteindelijk toegelaten. De groei van de orde was desondanks enorm. Bij de dood van Ignatius telde de sociëteit al meer dan 1000 leden. De sociëteit verlangde van haar leden dat zij zich volledig inzetten voor God en voor de paus, met als doelen de vooruitgang van de zielen in christelijk leven en leer, de bevordering van het geloof door het dienstwerk van het woord en werken van naastenliefde en opvoeding van kinderen en hen die ongeletterd zijn in het christelijk geloof. De belangrijkste bezigheden van deze Jezuïeten, zoals ze later genoemd zouden gaan worden, waren dan ook vorming, onderwijs en verbreiding van het evangelie. Dat de Jezuïeten als soldaten van de contrareformatie werden beschouwd, was omdat ze even fanatiek, vasthoudend en intellectualistisch waren als hun protestantse tegenpolen. De kunstenaar die op het gebied van de schilderkunst het meest radicaal een nieuwe weg insloeg, was Caravaggio. Terwijl de Caracci in veel opzichten nog voortborduurden op de schilderkunstige traditie van de Renaissance, brak de schilder Caravaggio daar vrijwel volledig mee. Caravaggio heette eigenlijk Michelangelo Merisi, maar zijn ouders kwamen uit Caravaggio, een stadje op zo'n 80 kilometer ten oosten van Milaan. Hij werd in 1571 geboren, leerde schilderen in Milaan en toen hij 20 was, ging hij naar Rome. Caravaggio had geen makkelijk karakter. Hij was opvliegend en onbeschoft en we kennen zijn leven vooral uit de politiearchieven. Francesco Susino vertelt dat Caravaggio eens in een kerk in Messina was, in het gezelschap van enkele heren die hem een kom met wijwater aanboden. Waar is dat voor? Vroeg Caravaggio ongeduldig. Dit is gewijd water om je te zuiveren van je dagelijkse zonde, antwoordde een van hen. Caravaggio wuifde hem weg en zei, dan heb ik het niet nodig, want al mijn zonden zijn doodzonden. Of dit waar gebeurd is, weten we niet, maar het tekent wel zijn karakter.
We weten wel zeker dat Caravaggio met iedereen overhoop lag en in 1606 uit Rome moest vluchten nadat hij ruzie had gemaakt over een overtreding bij een balspel en hij zijn tegenstander, die hij toch al niet kon uitstaan, had gedood. Caravaggio werd veroordeeld tot de dood door onthoofding, maar wist te ontkomen en kon zich verschuilen met de steun van verschillende belangrijke families. De vele onthoofdingsscènes die hij schilderde komen vermoedelijk voort uit de angst dat op een dag ook zijn eigen kop zou rollen. Hoewel Caravaggio zich in zijn dagelijks leven dus maar weinig aantrok van de kerkelijke mores, toonde hij zich in zijn werk een toegewijd christen. Bijna al zijn werken zijn religieus van aard en tonen een grote mate van inleving in de onderwerpen. Caravaggio kon, als geen ander, het karakter en de gemoedstoestand van zijn figuren weergeven door blik, gebaar en houding. En dat wist hij ook nog enorm te versterken door een geraffineerd en theatraal gebruik van licht en donker, of chiaroscuro, zoals ze in Italië zeggen. Caravaggio groeide op in Milaan, waar Carlo Borromeo toen aartsbisschop was. Carlo Borromeo was zo'n beetje de verpersoonlijking van de contrareformatie. Er was in zijn ogen maar één waarheid, de zijne. Met protestanten maakte hij korte metten, maar hij leefde in nederigheid en was goed voor de armen. Zijn grote voorbeelden waren Jezus en Franciscus van Assisi. Bij veel processies liep hij blootvoets mee als teken van nederigheid. Kunst moest volgens hem niet intellectualistisch en elitair zijn, maar juist de eenvoudige mensen aanspreken. Waar hij van hield is te zien op de Sacro Monte di Varallo. Een Sacro Monte is een verbeelding van de laatste dagen van het leven van Christus in de vorm van kapellen, waarin met beelden en schilderijen de gebeurtenissen zijn uitgebeeld. Bedevaartgangers kunnen zo de lijdensweg van Christus meebeleven. In de tweede helft van de 16e eeuw werd deze Sacro Monte vernieuwd en vergroot en kardinaal Carlo Borromeo steunde het project financieel en spiritueel. Hij kwam hier tenminste 6 keer om zich te bemoeien met het project, maar ook om te bidden, te waken, boete te doen en te mediteren bij de kruiswegstaties op de manier die Ignatius van Loyola had ontwikkeld. Dit schilderij van Cerano toont Carlo Borromeo tijdens een nachtelijke waken mediterend bij het beeld van het lichaam van Christus op de Sacro Monte van Varallo. Kunst en volkskunst, religie en volksgeloof komen hier samen en maken de Sacro Monte voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Een plek voor tastbare meditatie zoals Sint Franciscus die zelf al met de allereerste kerstal had geschapen. Carlo Borromeo zei dat het oog de meest directe toegang is tot de ziel. En hij had zelf een behoorlijke collectie religieuze schilderijen. Hij hield ervan als die realistisch en emotioneel waren, zoals de schilderijen van Antonio Campi en Caravaggio's leermeester Simone Peterzano. Caravaggio werd dus al volledig gevormd binnen de religieuze kaders van de contrareformatie en de bijbehorende kunstopvattingen, voordat hij naar Rome ging. Hoewel hij onuitstaanbaar was, had hij over erkenning en opdrachten niet te klagen. Zijn inlevingsvermogen en daarmee zijn overtuigingskracht en spectaculaire realisme leidden tot grote bewondering van zijn opdrachtgevers en het publiek. En goed opgevoed als hij was, kleurde hij keurig binnen de lijntjes van de contrareformatie. Hier zien we een schilderij dat hij maakte voor de Cavaletti-kapel in de kerk Sant'Agostino. Caravaggio toont een bedevaart. De contrareformatie moedigde het bezoek aan heiligdommen en reliquieën aan. En hier zien we 2 pelgrims met een pelgrimsstaf die het huis van Maria bezoeken, dat volgens een legende door engelen was overgebracht van Nazareth naar Loreto aan de oostkant van Italië. Caravaggio schilderde niet het spectaculaire transport van het huis, maar 2 arme mensen, een man en een vrouw,
die een reis hebben gemaakt naar de basiliek van het Heilig Huis in Loreto. Bij de ingang van het huis worden ze ontvangen door de maagd met het kind Jezus dat een zegenend gebaar maakt. Het grote licht-donker contrast maakt de figuren zo ruimtelijk en naturalistisch dat je ze bijna kunt aanraken, terwijl andere delen juist wegvallen in de schaduw. Door die gedwongen focus krijgt het kijken naar het schilderij een meditatief karakter, als turen in de vlam van een kaars of Borromeo's nachtelijke bezoekjes aan de dode Christus. De aardse en de hemelse figuren zijn hier duidelijk van elkaar te onderscheiden. Maria, met de nogal forse Jezus op de arm, is in haar uiterlijk en soepele pose een en al gratie en ze staat bijna gewichtloos op haar tenen. Ze is niet alleen een heilige, maar ook het visioen van de geknielde en biddende pelgrims. Die pelgrims zijn eenvoudig gekleed. De vieze voeten van de man zijn demonstratief naar de kijker gericht. Zo zien gewone mensen eruit. Maar gewone mensen kunnen, als beloning voor hun geloof en gebed, ook zulke ontmoetingen verwachten. Dit was de stijl voor de ongeletterden, zoals Paliotti en Borromeo die voor ogen hadden. De echte wereld in plaats van de idealen, het gevoel in plaats van het verstand. Hoewel het maar zeer de vraag is of Caravaggio daar allemaal bij stilstond toen hij dit schilderde, bereikte hij zonder twijfel de gewone man waar dit voor bedoeld was. In zijn verlangen naar realisme en alledaagsheid ging Caravaggio ook vaak net even te ver. De Madonna met kind en de heilige Anna, bijvoorbeeld, werd al na een paar weken na plaatsing weggehaald van het altaar van de nieuwe Sint-Pieter en uiteindelijk verkocht aan een kardinaal die het in zijn privécollectie onderbracht. Op het eerste gezicht voldoet het schilderij perfect aan de eisen die de contra-reformatie stelde. Ook hier kunnen we meevoelen met de figuren, met Maria met haar tedere en zorgzame houding, met de iets wat onbeholpen en schuchtere Jezus en met Anna die instemmend maar toch wat bezorgd toekijkt. De slang, die voor de katholieken van de contra-reformatie verwees naar de ketterij, maar al sinds de zondeval symbool stond voor het kwade, wordt vermorzeld door moeder en kind samen. Het was een van de vele strijdpunten tussen protestanten en katholieken, of het nou Jezus was of zijn moeder die de wereld van het kwade zou verlossen. En dat is zo handig opgelost. Jezus met de hulp van Maria of omgekeerd, kijk maar. Dat het schilderij werd verwijderd zou kunnen liggen aan het diepe décolleté van de jurk van Maria of misschien wel aan de uitgesproken naaktheid van het kind. Het is ook goed mogelijk dat het schilderij helemaal niet werd weggehaald omdat de kunstenaar de maagd en het kind op ongewijze had afgebeeld, maar omdat kardinaal Scipione Borghese het zo mooi vond dat hij het gewoon heeft ingepikt. Ondanks de pest en de hongersnoden en ondanks de moeilijke politieke en economische situatie van Italië in de 17e eeuw, was Rome dankzij het pausdom toch een cosmopolitische stad. Het was natuurlijk het centrum van religie, maar ook van diplomatie en van kunst. Daardoor waren er erg veel vreemdelingen. Halverwege de 17e eeuw had Rome 120.000 inwoners en kwamen er jaarlijks 50.000 pelgrims en 30.000 toeristen. Piazza del Popolo, achter de Porta del Popolo, aan het eind van de Via Flaminia, was voor de meeste reizigers de entree tot de stad. Hier had paus Alexander VII in december 1655 Christina van Zweden ontvangen, de tot het katholicisme bekeerde dochter van de protestantse koning Gustaaf II Adolf, die een belangrijke rol had gespeeld in de Dertigjarige Oorlog. Dat was een groot succes voor de katholieke kerk. Alexander VII liet op het plein twee kerken neerzetten die bij binnenkomst de reiziger meteen duidelijk moesten maken in wat voor stad hij was. Het aardse Jeruzalem, het beloofde land voor het uitverkoren volk onder leiding van hemzelf, de paus. Het was allemaal onderdeel van zijn renovatio urbis, de vernieuwing van de stad. In een periode van 12 jaar startte hij vele projecten die van Rome een baroktheater maakten. Het bekendste voorbeeld daarvan zijn de kolonnades van het Sint-Pietersplein, maar daarover straks meer.
Christina van Zweden bleef in Rome en werd een paar maanden later, op 28 februari 1656, nog eens uitbundig geëerd. Gedurende het carnaval werd er een spectaculaire show met praalwagens opgevoerd. Daar is een uitvoerige beschrijving van en ook een schilderij. Het zijn belangrijke getuigenissen van hoe barok theater eruit zag, met alle kostuums en kunst en vliegwerk van dien, en hoe het publiek erdoor werd verbaasd en geenthousiasmeerd. Het spektakel vond plaats voor het Palazzo Barberini, aan de kant waar nu Via Barberini is. Allereerst moesten er gebouwen worden afgebroken om ruimte te maken. Daarna werden er tegenover het paleis twee tribunes gebouwd die samen plaats boden aan 3000 personen. Die twee tribunes waren gescheiden door een grote poort die zich recht tegenover de ereloge van de koningin bevond. Die poort was gedecoreerd met reliefs die de werken van Hercules voorstelden. Boven die poort was ruimte voor een orkest. Boven de tribunes, maar ook aan de zijkanten van het plein en aan de overkant voor het palazzo, waren balkons aangebracht in twee etages, waarvan de bovenste door fraaie tapijten was overdekt. Zo ontstond een prachtig theater. Om het plein te verlichten waren er, behalve talrijke toortsen, witte waskaarsen en vuurwerk, ook 16 smeedijzeren sterren, die verlicht waren door fakkels. Alleen de verlichting kostte al meer dan 1000 scudi. Voor dat geld kon je in die tijd 100.000 broden kopen. De koningin stond op een met mooie tapijten versierd balkon. Op het schilderij is ze helaas bijna verdwenen. Maar liefst 5 kardinalen hielden haar daar gezelschap. Het spektakel zelf draaide om 2 teams. Het ene team stelde 12 ridders voor en het andere 12 amazonen. De ridders droegen kostuums in blauw en zilver, de amazone in rood en goud. De tuigage van de paarden was in overeenkomende kleuren. Beide groepen droegen helmen met enorme verentooien en beide groepen werden bijgestaan door een lange rij palfreniers, knechten te voet, in overeenkomstig gekleurde kleding. Dan waren er nog 4 zeer rijkelijk gedecoreerde praalwagens die elk meer dan 200 scudi hadden gekost. Er was een praalwagen met Ladon, de draak, die echt vuur spuwde. Bovenop deze wagen stond een man die Hercules voorstelde. De dames voor de kar droegen schalen met de gouden appelen van de Hesperiden, de twistappels. Dan was er de wagen van de Amazone. Die stond symbool voor de woede en werd getrokken door de Furien. De woede verwees wellicht naar de ketterij, waar Christina inmiddels van gered was. De wagen van de ridders was uitgevoerd in turquoise en zilver. Deze wagen had de liefde als thema. Bovenop stond Cupido en hij werd getrokken door de 3 gratiën die een loflied voor de koningin zongen. Deze wagen verwees mogelijk naar het orthodoxe katholicisme. Ten slotte was er de wagen van Apollo. Behalve Apollo zelf zijn er op de wagen nog 5 figuranten te zien. 4 daarvan stellen de 4 seizoenen voor en de 5e Janus, de god van het begin en het einde. Met de kar liepen 24 meisjes mee die de uren van de dag voorstelden. De glans van Apollo, de zonnegod, straalde af op de koningin en op de andere gasten. Hij brengt vrede en verzoening. Apollo zong een nieuw loflied voor de koningin, waarna de groepen zich verenigden en eendrachtig langs de koningin defileerden. Helemaal vooraan zien we de gastheer Maffeo Barberini, prins van Palestrina, in een Amazone-kostuum. Een spektakelstuk als dit laat zien dat de heersers, ook in de tijd van de Contra-Reformatie, alle mogelijke middelen gebruikten om hun aanzien te vergroten en hun macht te legitimeren. In de volgende les gaan we zien hoe de Barberini dat door middel van de schilderkunst in hun paleis hebben gedaan. En we maken kennis met de grootste beeldhouwer van de barok, Gian Lorenzo Bernini.